Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In onze omgeving zien we wat wolkenvelden en wij moeten kijken naar het noordwesten. En daar ligt gewoon wat meer bewolking klaar. Dat betekent dat vanochtend de bewolking wat begint toe te nemen. Misschien dat er in het noorden al wat lichte regen valt. Maar op veel plaatsen is het nog wel droog. En vooral in het zuiden blijft de zon nog wel deel uitmaken van het weerbeeld. In de middag is dat ook het geval. Dan gaat het in het noorden wat vaker regenen. En uiteindelijk ook in het midden. Bij temperaturen van 11 tot 14, lokaal misschien 15 graden. Matig tot vrij kracht. De Wind uit het zuidwesten draait in de avond naar west op noordwest. Dan zie je het in het noorden langzaamaan al wat opklaren, maar in het midden en zuiden regent het dan wel van tijd tot tijd. En morgen is dan een heel wisselvallige dag. De wind is naar het noordwesten gedraaid, voert koude lucht aan, het wordt 8 tot 10 graden maximaal, en er vallen buien waarbij van alles kan voorkomen: onweerhagel en misschien zelfs natte sneeuw. En dat wisselvallige weer houden we eigenlijk de rest van de week met woensdag en donderdag amper 10 graden, en regelmatig zon, maar ook een paar felle buien tussendoor, ook op koningsdag dus. De kans op buien neemt vanaf vrijdag langzaam af en dan zien we geleidelijk de temperatuur ook oplopen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.